Op vakantie gaan naar het buitenland. Het wordt voor bijna elk land dringend afgeraden vanwege de pandemie. Een uitzondering geldt voor het Caribisch gebied. Dus veel Nederlanders boeken nu een vakantie daar naartoe. Ondernemers op Curaçao halen opgelucht adem. We waren ontzettend opgelucht. We hebben natuurlijk een week lang erg in spanning gezeten. Curaçao komen eigenlijk op dit moment alleen toeristen uit Nederland. Amerika is nog dicht. En we zijn nu net uit een dal aan het kruipen. Dus dat zou voor het eiland en de bewolking een drama zijn geweest. Echt desastreus. De regen komt vandaag met bakken uit de lucht. Geen probleem voor duikinstructeur Mark Brown. Ook hij is opgelucht. Ja, zeker weten. Er is eindelijk licht aan het eind van de tunnel. En het regent nu, maar voor de kerst is het echt zon. Kan ik je verzekeren. Mark zat net als veel collega's van andere duikscholen maanden zonder werk. Dat lijkt nu voorbij. Sinds Rutte het ja-woord heeft gezegd, gelijk al 4 boekingen. Gelijk al 4 boekingen. De hele wereld komt duiken en dat is fantastisch. Hermine en Ernst hebben zich vandaag gemeld bij Mark voor een duik. Zij wilden het reisadvies niet afwachten. We hebben de laatste paar weken wel een beetje met willen samengekneven gezeten van jongens, kunnen we nog weg, ja of nee? Voor de twee Achterhoekers is corona in Nederland of corona op Curaçao een wereld van verschil. Je merkt eigenlijk haast niet dat het er is. De mensen houden afstand, ze hebben mondkapjes voor in de winkels en ze wachten allemaal netjes op elkaar. Het is allemaal, ja, net wat ik zeg, heel relaxed, dus je merkt helemaal niet dat het er is. De woorden van Mark Rutte worden gezien als een beloning voor het strenge maar succesvolle coronabeleid van de afgelopen maanden. Met de komst van de Nederlandse toeristen kan de economie van Curaçao weer langzaam ademhalen. Start! En dat is voor Mark Brown reden voor een feestje. Leuk!